Tweede Kamerverkiezingen. Dit is wat er overblijft. 28 partijen deden mee. VVD in Haarlem is de grootste gebleken. PvdA extreem laag. GroenLinks D66 weer omhoog. Het is één grote ratje toe. Maar wat vonden de Haarlemmers er zelf van? Ja, ik heb gestemd. Mogen we vragen waarop? Op GroenLinks. VVD. VVD. Ja. D66. D66. Yes, ook D66. Partij voor de Dieren. Ik heb op D66 gestemd. GroenLinks gestemd? Ja, en niet op de man, maar op het programma. En daar sta ik voor 100% achter. Nou, het was een beetje jammer dat ik naar bed ging met 16 en dat toen 14 was in de ochtend. Maar ik ben vooral blij dat de PVV niet enorm is geworden. Ja, tuurlijk. Tegen Geert Wilders gewoon. Ja. Klaar. Ja, daar willen we niet achter staan, nee. Nee. Zeker niet. En de uitslagen vond u? Die vond ik heel slecht. Omdat de VVD weer de grootste is en er niks gaat veranderen. De rijken rijker zullen worden en de armen armer. Dat is heel kort mijn standpunt daarover. Redelijk. Ja, vind ik wel. Het houdt elkaar een beetje in evenwicht. En ik hoop eigenlijk dat GroenLinks het met onze Jesse Klamer heel goed gaat doen in de toekomst. Want ik denk dat ons land dat nodig heeft. Ik heb vooral gestemd vanuit cultuur. Er wordt te weinig aan cultuur gedaan en D66 heeft daar de meeste beste definitie over wat zij willen uitgeven. En hoe ze dat gedefinieerd hebben, waarom ze het belangrijk vinden voor Nederland. Nee, ik heb wel voor een vrouw gestemd. Ja, ik wilde ook voor een vrouw stemmen, maar toen had ik hem al in proef ingevuld. Toen dacht ik, nee, ja, laat maar. Dan ga ik maar mee. Ik vind hem ook wel leuk, dus is goed. Maar ik wil liever op een vrouw. Niet zozeer vanwege de dieren, maar ook de sociale houding van Marianne Thieme vind ik zeer positief. Ja. En ik had, jammer. Ik zag nu pas in de uitslagen dat het sowieso Haarlem best wel een rechtse stad was. Maar dat wist ik eigenlijk nog niet zo. Ik bewoon hier nog niet zo lang. Ja, nou, het is niet altijd even leuk geweest. Maar ik moest aardig wat inleveren. Maar ik heb niks te klagen. Nou, Jesse Klaver gaat alleen voor zijn carrière. Daar heb ik geen vertrouwen in. Hij is een man met een mooi verhaal waar oudere vrouwen vast graag op stemmen. Nee, ik hou hem strijdbaar.